dames en heren, en welkom terug bij ARK Survival Evolved. Oh yeah. En zoals jullie om me heen zien, er zijn dingen veranderd. Er zijn zeker weten dingen veranderd. Er zijn hardware changes geweest. Oh, super gaaf. Ik ben eigenlijk nog in het middel van het uitproberen welke instellingen ik nou het beste kan hebben. Maar ik heb een nieuwe videokaart. En crap, mensen. Ik heb de crowd clutter density zelfs aan kunnen zetten. Dus we hebben nou allemaal mooie bloemetjes. Helaas hebben we die mooie bloemetjes en varentjes ook half door onze vloer heen. Zullen we maar moeten accepteren, mensen. Maar in ieder geval, mijn frames zijn een stuk beter. Niet altijd overal even goed. Maar zoals ik zei, ik heb de instellingen allemaal misschien denk ik nog niet helemaal zoals dat ik graag wil. Wel heb ik hier in de industrial cooker charcoal, gunpowder, spark powder en een lading berries. Light the fire. Make me all the dice. Oh, wow. Wow, dat gaat insane. Insane snel, mensen. Kijk dan, alle dice die wij ons maar kunnen wensen, die krijgen wij nu. Hij heeft eerst alle bijzondere dice gemaakt en ik denk dat hij nu nog wat basic dice gaat maken. En hij is denk ik door alle resources al heen. Wauw, daar ging dus al alle charcoal, gunpowder en spark powder. Die heeft erbij erin al gedaan. Ik denk dat we daar nog wel een beetje extra ervan in kunnen poelen. Damn, mensen, die bulk mod, die is echt insane goed. Oké, we zouden nog genoeg charcoal moeten hebben. Laten we er gewoon eens 5000 charcoal in gooien. Even kijken wat dat allemaal kan maken. Even kijken welke kleuren we er nou nog allemaal bij gaan krijgen. Oké, wit, zwart, zijn we altijd nodig. We hebben hier al sky coloring, parchment coloring, silver coloring. Oeh, daar hou ik van. Silver coloring, die wil ik zeker weten hebben. Oké, dit zijn alle basic dyes. Laten we eens kijken of we nog misschien toevallig ergens die jongens nog wat spark powder of gunpowder hebben laten liggen. Dan kan ik dat nog heel even lenen van, stelen van ze. Oké, we pakken gewoon 1000 gunpowder. Maar niet zoveel uit, we hebben genoeg charcoal. Dan kunnen we zo weer nieuwe maken en spark powder maken. Dat stelt niet zo heel veel voor. Oké, dus dit poelen we ook gewoon allemaal. En dat komt voornamelijk omdat we die bulk crafters hebben. Even kijken, wat voor dice gaan we er nou nog bij krijgen? Oh, dan moet de charcoal eruit natuurlijk. Charcoal eruit. Oeh, green. Hier een super mooie green coloring, mensen. Daar hou ik altijd wel van. Forest coloring. Oeh, misschien is dit allemaal wel vet. Misschien maken we dit allemaal wel voor helemaal niks. Waarschijnlijk hebben we meer dan genoeg nu. Meer en meer dan genoeg. Ik weet het wel zeker. Wat is dit? Oh, het is gewoon yellow. Oeh, wauw, dit ziet er wel heel mooi bright uit nu. Cantaloupe coloring. Hebben we ook nog meer silver coloring gekregen misschien? Oeh, nice. Silver coloring. Forest coloring. Sowieso wil ik green coloring wil ik gaan gebruiken. En de zwart. We gaan een nieuw kleurenschema doen dit seizoen. En we gaan niet zoals dat ik aan het begin van dit seizoen eigenlijk dacht. Wij gaan niet de zwart-rode color scheme nemen. Het wordt gewoon te veel gebruikt, mensen. Het wordt te veel gebruikt. We hebben het ook al eens gebruikt. En ik wil even een keertje een beetje wat anders. Daarom hebben we ook zoveel dice gemaakt op het moment. Parchment coloring. Lijkt me wel heel gaaf. Wat is dit? Cyan. Oeh. Cyan. Bij groen. Een beetje zwart en een beetje zilver erin. Super, super. Oh ja. Ik heb alle charcoal nog bij me. Crap. Nou niet meer. Kan ik nou lopen? Oké. Nice. Ik kan lopen. Laten we dit even hier weer in dumpen. En dan valt het best mee hoeveel ik of dat ik heb geleend van die jongens. Oeh, wacht eens even. Ik zie nog iets wat niet helemaal klopt. Deze moet nog omhoog. Apply, save, nice. Oh yeah, dat ziet er helder en beter uit. Die gaan daarin, die kibbel en die babyfoods, die gaan natuurlijk allemaal gewoon hierin. Super nice, super nice. En ik denk dat er een drop komt of het wordt dag. Ik weet het niet helemaal. Misschien is dit wel heel erg bright, mensen. Ik weet het niet. Het enige wat ik heb gedaan is alle settings die ik had gedaan om enigszins goede frames te halen. Met mijn oude videokaart, dat heb ik uitgezet. En ik heb gewoon alles op high gezet. Ik heb verder niet zo heel veel bijzonders gedaan. Ik kan het hier wel heel even laten zien. Alles staat op high. Sky quality staat uit. Crowd clutter density mag denk ik wel een klein beetje naar beneden. Het is toch alleen maar puur voor de looks. Wat ik hier allemaal mee moet, ik weet het zo niet. Ik heb er niet zo heel erg veel verstand allemaal van, denk ik. Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb niet zo heel veel tijd om me er helemaal in te verdiepen. En ook, wauw, deze dingen zien er veel beter uit nu. Mijn frames laten nog wel wat te wensen over hier in de base.
Maar ja, het hoort er een beetje bij, denk ik. Het is ook een beetje Ark. Ik denk dat velen van jullie ook gewoon slechte prestaties hebben in Ark. Of misschien wel Ark helemaal niet kunnen spelen omdat je PC er niet aan kan. En dat is helemaal niet gek, want Ark is een insane zwaar spel. Maar, wat wij gaan doen. Wij gaan verven. Absoluut gaan wij verven. Oeh. Oeh. Dat green, dat staat goed. Dat staat goed. Oké, en wat als we daar forest? Oeh, dat forest is een slagje donkerder. Oké, daar doen we de green op. Achterop de white. Oeh, die zie je heel erg slecht. Daar zie je de kleur echt heel erg slecht op. Nou, laten we daar dan maar cyan doen. Hebben we in ieder geval cyan gebruikt. Oeh, dat cyan, dat lijkt best nog veel op. Of gaan we daar zilver gebruiken? Dit is best donker. Ik vind de helm best lelijk en ik vind de helm überhaupt lelijk. Dus, maar ja, waarschijnlijk gaan we daar zo gauw als dat we kunnen een skin overheen gooien. Laten we eens kijken naar de chest, want daar heb ik best wel zin in om die eens een goede, mooie paint te gaan geven. En vooral nu we de instelling wat hoger hebben, ziet het er ook al gauw wat beter uit, mensen. Misschien kunnen jullie op de achtergrond zelfs mijn videokaart wel horen draaien, want hij heeft het nog niet heel erg makkelijk op het moment. 3 zou dan weer die kleur worden, denk ik. Ja, laten we maar doen. Wat doen we dan met 5? Maken we die zilver eronder? Of maken we het eronder zwart? Misschien hadden we wat meer kleuren erbij moeten pakken. Dit kleurt allemaal wel weer heel erg bij elkaar. Laten we eens kijken of we nog wat meer dice kunnen vinden eigenlijk. Laten we eens kijken of we nog andere dice hebben waarvan we zoiets hebben van dat kunnen we mooi eronder gebruiken. Sorry, dat geluidje is geweldig gaaf. Alleen, ja, soms op een gegeven moment gaat het best wel irriteren. Oeh, kantaloop. Die gaan we ook proberen. Soms zit ik zelfs te denken om het purple bij te proberen. Of iets in die richting in ieder geval. Dat lijkt me altijd nog wel heel vet. Het is misschien een beetje key, maar gay, hey, soms is een beetje key wel oké. Okay. Cyan hebben we natuurlijk al. Tangerine is een soort van oranje als het goed is. Sky coloring. Misschien is dat nog wel weer wat helderder als de zilver. Ik weet niet helemaal hoe die kleuren allemaal werken. Ik wil in ieder geval een vet kleurenschema maken. Een absoluut vet kleurenschema. En we kunnen natuurlijk dat niet op onze dino-zadels doen. Want alle alfa's die hebben al een pre-painted zadel. En ik denk ook dat we dat gewoon gaan houden. De chest waren we mee bezig. En dan waren we bij region 3. Nee, region 5 al. Wauw, echt. Maar als ik hier kijk, lijkt dat purple eronder echt wel super vet. Echt wel super vet. Maar, en die cyan ook. Die cantaloupe is een beetje saai, denk ik. Olive ook een beetje saai. Die sky coloring. Nee, volgens mij leek de purple gewoon wel heel erg vet onder de groen. Daar gaan we gewoon voor. Daar gaan we gewoon voor. En de 6 dan cyan. Oeh, dat valt tegen. Crap. Daar had ik een beetje meer van verwacht eigenlijk met cyan. Oeh, dat staat nog niet verkeerd. Dat cantaloupe erop staat absoluut nog niet verkeerd. Die is een beetje boring. En dat sky is ook een beetje boring. En als we het gewoon wit doen, ook boring. Oké. Okay. Ik had echt verwacht dat die cyan heel vet zou staan bij dat groene. Maar ik denk haast dat die cantaloupe mooier bij staat. Oh, absoluut. Daar gaan we voor, mensen. Dat is denk ik dan dus het color scheme. Dan gaat de forest die gaat eruit. De olive die gaat eruit. Dan houden we dus de cantaloupe. En natuurlijk houden we altijd de silver coloring voor alle bindings en zo. Oh, die hebben we nou niet in zilver gedaan. Oeh, die moeten we nog even gauw zilver maken. Welke region was dat? 2. Doen we die zilver? Ik denk het wel. Ik denk dat we die zilver gekleurd houden. Of maken we die zwart? Zwart. Zwart staat er helder op beter bij. Dus dan houden we de zwart. Ja, de zilver houden we gewoon aan, want ik vind hem wel heel vet. Dus zilver, cantaloupe, green, black, cyan, purple. Dat wordt hem dit seizoen, mensen. Dat gaat hem worden dit seizoen. Ik ga even de rest van de armor doen, want het is natuurlijk wel vrij boring om daar samen met me te kijken. Ik ga even de armor doen, de tools doen. En, oh, that's about it, denk ik. En dan zijn wij er zo weer. Gelukt, we hebben een fatsoenlijke color scheme, mensen. Oh, dit is nice. Ik hou er best van een keer compleet wat anders dan wat dat we voorheen hebben gedaan. Oh, wauw. En vooral die compound bow. Super, super gaaf. Maar eigenlijk wil ik heel graag wat gaan bouwen. En mijn speer ben ik misschien niet super blij mee. Maar mijn gun? Zouden misschien de loop nog zwart kunnen maken? Zat ik nog wat over te twijfelen. Wat is de loop? Oké, de loop zwart. Die. Close.
Hoe is die nu? Oeh, misschien is dat wel weer te. Ik weet niet, maar ik hou meestal van... laten we hem zwart houden. Ik hou meestal van de kunst de boel netjes houden. Daar hou ik wel heel erg van. Oh mijn god, mensen. Wat hebben wij al een lading dino's getemd. Ik ben er onwijs blij mee. En natuurlijk, hier hebben we twee wolven staan. Die twee wolven die heb ik getemd. Eigenlijk vorige aflevering al. En ik zal jullie dat nog heel even laten zien. Dat ging natuurlijk weer niet zoals gepland. En niet zoals dat ik dat graag had gezien. Maar we waren samen met onze Alpha Rex daar lekker aan het spelen. En overigens de Alpha Rex die we de vorige aflevering hebben getemd. Ik heb het zadel nog heel even geüpgraded. En hij heeft nou 363 armor. Dus ja, we kunnen wel een klein beetje meer aan met hem. Maar hij is al insane en insane gaaf, mensen. Ik ben echt heel erg blij met die Alpha Rex. Ik heb al een hele lading Firebirds opgevreten. Puur en alleen maar omdat het kon. Ik zal jullie heel even laten zien hoe het hier ging met die wolventeam. En dan ben ik zo weer terug bij jullie. Level 140 en een level 125. Oh yes, die willen wij. Hoe dan ook willen wij die. Ik heb geen idee of deze ook kunnen jumpen. En hoe goed ze zijn in het beklimmen van rutsen. Maar we hebben onze Rex. Die nog op passive moet. Oké, volgens mij staat die nou op passive. Hoop ik. Oh, we zijn ook bijna door onze pijlen heen. Want we hebben die Rex natuurlijk twee keer nokkie moeten schieten. En die pijlen zijn zo lomp duur, mensen. Zo lomp duur. Dus eigenlijk wil ik niet meer missen. Dat was een hit. Kom op, het zit in zijn kont. Wow. Oké, wij zijn dood. Never mind. Wij zijn dood. Dit gaan we nooit redden. Hartstikke dood. Crap. Wauw. Die dingen zijn OP. Ik heb er geen teleporter staan. Dus we vliegen snel heen met onze Wyvern. BRB. Ik heb ze net deze kant weer opgelokt. En ik denk dat ik daar spijt van krijg. Ik vind het eng. Want wauw. Wat versloegend zijn mij daar snel. Verschrikkelijk snel. Dus ik hoop eigenlijk dat ik op mijn Rex kan blijven staan. Maar dan kan ik weer niks hitten. Oh ja. Blijf zo staan. Dat is 1. Dat is 2. Te slapen. Dat is 3. Tijd om te slapen. Nice. Nee. Oké. Hij is er weer af. Geen probleem. 1. 2. Oh, yes. Ik kan mijn Rex nog bewegen zonder iets op te moeten eten. Oh, yes. Nice. Oké. Gewone wolfjes. Geen enkel probleem. Deal. En ik heb deze Rex nog amper opgeleveld en hij hit al meer dan 2k. Meer dan 2k, mensen. Deze was als eerste nokkie. Hier, kibbel. Keep. Oh, double alpha direwolf team level 140 en 125. Dan hoop ik maar dat ik genoeg kibbel bij me heb, anders word ik verdrietig. Yes, we hebben genoeg kibbel. Oh, yes. Geef mij die kibbel, afblijven. Hij eet niet. Oh, dammit. Deze heeft last van de sinking issue. De server, blablabla. Weet ik veel wat of dat door komt. Oh, is dat alle food? Nee, we hebben hier meer. No problem. Hier, neem wat eten. Level 187, zoals we verwacht hadden. En hij was natuurlijk 125 om mee te beginnen. Maar deze, level 209. Oh, wauw. Oh ja, mag ik mijn kibbel terug? Ja, dankjewel. Niet anders opeten. Jullie zijn zo gulzig. Wauw, het is jammer dat het twee mannetjes zijn, maar anders was het geweldig gaaf geweest. Kijk dan eens even, ze zien er alle twee gewoon exact hetzelfde uit. Oh, the evil twin. En het grote... Oh, ik heb een teleporter nog boven. Het grote voordeel natuurlijk met alpha-wolven. Die krijgen wel de bonus van een zadel. Oh, wolven. Met een zadel. Wolven zijn al verschrikkelijk OP. Alpha-wolven zijn nog meer OP. En nou, twee alpha wolven met een zadel. Oh my god, peeps. Super gaaf. Nou gaan we back to base. Nee, ik ga die Rex levelen. Daarna gaan we back to base. En dan gaan we nog eens even wat aan het bouwen, mensen. Wij zijn er zo weer. We gaan om deze twee alpha direwolves te temmen. Daar staat nog een alpha direwolf. Die is van Sander. En
van Sander of Rich. Een van de twee. Ik weet het niet helemaal. Onze twee apen. Wat vind ik jullie er verschrikkelijk gaaf uitzien. We zullen voor jullie ook een helpje moeten gaan maken. Absoluut zullen we dat nog moeten gaan doen. Eerst, over namen gesproken. De namen voor de wolven? Ik wacht jullie suggesties weer af. Vaak zitten er hele leuke tussen. Soms zitten er ook insane saaien tussen. Maar laten we eerst eens kijken. Giertje? Crap. Ik kan weer niet fluiten. Ik dacht dat die bug gefixt was. Ik had er nog geen problemen mee gehad. Wow. Laat me je naakte buikjes niet zien. Heel even. Kun je landen? Fluit. Ja, fluit. Gelukt. Oké, hij heeft gefloten. Hier was heel veel suggestie. Vliegende gier en gierige gier. Dat leek wel heel erg veel op wat wij hebben al op Scorched Earth. Dus, deze. Dit is geen gier. Dit is gierige Gerald. Oh yeah, gierige Gerald. Blijf jij daar maar heel even staan. En hier voor onze Rex, by the way mensen, het is nacht. Kijk eens hoe episch alles eruit ziet met de Fireflies. En kijk dan, die Alpha Claw. De Alpha Claw van onze Alpha Rex. Hoe insane gaaf is dat, dames en heren. Ik zal nog even gauw zijn naam veranderen voordat het helemaal donker geworden is. En eigenlijk hadden we voor die Rex ook vast eentje van waar vrij veel saaie suggesties waren. Heel veel Kletsy Rex, Rexy Klets en veel varianten daarop. Hoeveel daar niet zo heel veel meer op zullen zijn, naar mijn mening. Maar goed, wat natuurlijk wel heel erg vet is hier, deze Alpha Rex. Ik denk dat dit een absolute king is. Dit is ook weer ter ere van onze king op Scorched Earth natuurlijk. Maar daar kwam nog eentje bij, de King Prime Killer. Ik denk dat we daar maar op houden, want hier, we zijn voornamelijk primes met hem aan het killen. Super, super gaaf. En hier voor onze Bronto was ook nog een suggestie. Zullen we nog heel even kijken? Oh, het is een meel. De suggestie was Bertha, maar het is een meel. Dus Bertha gaat het niet worden. Dit wordt Berend. Berend! Oh, yes. Wel hadden we hier voor de Wyverns. De Wyvern suggesties. Oh, damn. You guys are killing it. Wat doen jullie daar? Geweldig en geweldig. Gaaf, mensen. Hier, deze is de absolute tweede plaats voor een Wyvern naam. De eerste plaats voor een Wyvern naam is Tandloos. Maar die gaan we gebruiken op Scorched Earth. Dus die gaan we hier niet gebruiken. En hier, in het midden van deze bosjes. Hier zo. Hier hebben wij staan. En dit wordt Lightning McQueen. Oh yeah. Nou, maar hopen dat het een vrouwtje is. Nee, hoeft het niet. Maakt het uit. Ik ga even voorbereidingen maken. Want ik wou nog graag een beetje bouwen. Ik heb er een heel leuk idee mee. Ik pak, denk ik, deze mammoet. Ik weet niet meer welke het beste is. Maar ik neem een mammoet mee. Ik neem denk ik een teeny tiny Dodicarus mee. En onze Alpha Rex. Mochten we aangevallen worden. Oké, deze mammoet wordt het. Maar goed. En dan gaan wij nog eens even wat bouwen, mensen. Ik weet het, we hebben al heel veel tijd van deze aflevering. Hebben wij al gebruikt. Maar we gaan nog even wat leuks bouwen. Lijkt mij heel gaaf om te doen. En dan zie ik jullie zo weer. Tegen die tijd dat het dag is. BRB. En dit wordt de plek waar ik een kleine beeld ga doen. Wat verder niet een bijzondere beeld. En ik heb ook geen idee wat voor user het zal gaan hebben. Maar we hebben hier een hele mooie uitkijk over de Redwood Forest. En hier net aan de andere kant van deze steen die we helaas niet kunnen verwijderen. Daar zit onze huidige base. Misschien kunnen we hier even door de bosjes heen rennen en dan gaan we even kijken. Want ik had hem liever hier gebouwd. Maar volgens mij is het hier niet vlak genoeg. Is het hier vlak genoeg? Tricky. Tricky. Nee, gaan we niet doen. Daar is onze base, daar is onze lagfest. Hier gaan we heen. We gaan daar waar we nou staan met onze dino's. Daar gaan we een leuke beeld. Gewoon een leuke grappige beeld. Want ik heb dit seizoen nog niet gebouwd, mensen. We zijn al 10 afleveringen verder. En ik heb gewoon nog steeds helemaal niks gebouwd. Dus hier ga ik eens even wat leuks bouwen. Ik heb nog helemaal niks voorbereid. Maar ik ga dus even wat foundations en dat soort dingen craften. Dan ga ik even een layout doen. En tegen die tijd dat het leuk is om een update te laten zien, dan laat ik jullie dat natuurlijk heel even zien. Dus dan zijn we er zo weer terug bij jullie. Ik heb natuurlijk Kletskous bij ons. King Prime Killer en Steenhappertje. Steenhappertje die is natuurlijk onze Stone Farmer. Daar gaan we mee beginnen. Want deze stones hier, die moeten sowieso weg. En ik heb toch maar besloten om onze Alpha Enkie mee te nemen. Of onze Alpha Dodic mee te nemen. En dat is voornamelijk, hij heeft gewoon wat meer weight en wat meer speed. En die alfa's die zijn gewoon OP. En zien jullie dat? Oh, als ik nou een steen breek,
dan breekt die ook echt ongelooflijk super. Super vet, ik weet het. Het is een Vanilla Basic Mechanic in Arc. En ik had allemaal dingen aanstaan zodat dat niet gebeurde. Zodat er nog enigszins speelbaar was voor mij. Maar nu, oh yes. Oh, wauw, ik ben er echt insane blij mee, mensen. Maar dat hadden jullie denk ik al wel begrepen. Ik ga even wat dingen voorbereiden en dan ben ik zo weer terug bij jullie. De foundation liggen en we gaan eens even kijken. We gaan eens even proberen om hier wat op te bouwen. En ik ga eens iets raars doen. Ik ga alle muren omdraaien. Naar binnen toe. Wat? Yep, naar binnen toe, mensen. Hey, meestal doe ik dat juist bewust niet. En willen we dat absoluut niet hebben. Maar ik denk dat het eens een keer een welkome verandering is. Ga ik vanuit. Hoop ik in ieder geval. Doe ik dit nou goed? Nee, volgens mij moet hier nog eentje bovenop. Zo. Denk ik in ieder geval. Ja. Zo. Ik heb een idee in mijn hoofd. En ik denk dat dat wat geworden. Ik denk echt dat dat wat geworden. En ik... deze beeld is voornamelijk voor de buitenkant. Alleen maar dat het er aan de buitenkant goed uitziet. En dat is ook geen probleem. Af en toe mag dat wel eens een keer. Misschien wordt dit wel onze hideout voor Bukito en Bukita. Het zou natuurlijk heel goed kunnen. Zoiets. En doe ik dat nou wel goed? Nee, crap. Oké. Dan doen we die daar. En daar komt natuurlijk een schuin dakje bovenop. En dan gaan we hier weer eentje naar binnen toe. Zo. Oh, damn it, verkeerd. Geen probleem. Pakken we die nog heel even weer op. Staat hier wel op de goede foundation nou? Nee. Maakt er wat uit? Nee. Oké. Dan houden we het zo. Dan houden we het mooi zo. En hier komt dan ook nog weer een muur die... Nee, zo moet. En moet ik heel even kijken. Ja, hier komt dan nog een muur. Nee, zo. Oké, sweet. Die komt dan daar. Oh, yes. Dit wordt natuurlijk onze ingang. En hier komt dan... Oh, wauw. Oké. Schijnbaar had ik de muren al op. Ik heb hier nog wel wat meer gemaakt. Ik had dit alles wat dichterbij moeten zetten. Maar ik wist niet goed waar of dat ik het zou willen gaan plaatsen. En dus heb ik het ietsie-pietsie te ver weg gebouwd. Maar ja, dat kan gebeuren. Ik denk ook niet dat ik al genoeg materiaal heb. Ik denk dat ik nog wel weer wat meer dingen moet bouwen. Maar ik heb eerst gewoon een beetje gebouwd. Want hier in Modded... Alles farmen, no problemo. Alles bouwen, wauw, dit duurt wel lang hoor mensen. En iedereen die zich roept steeds van over crafting speed. Maar crafting speed heeft geen effect als je het in apparaten doet. Dus ook in de S+ crafting station zal het niet sneller gaan als wij onze crafting speed omhoog gooien. Het is nog vrij tricky te zien ook hoe of dat we hem willen plaatsen. Zo, oké. En boom, oh yes. Of zo doen we dat? Nee. Dit laten we gewoon zo allemaal dicht. Die dicht. Daar doen we ramen. Oh, wauw. Dit gaat zo ongelooflijk soepel, mensen. Ik heb echt lange tijd de game niet zo soepel kunnen draaien. Echt. Eén tekort. Wauw. Dat had ik absoluut niet verwacht. Wood. Een wooden wall. Eén wooden wall. Gewoon bam. Oké, geen probleem. Zeg ik dat wel goed? Volgens mij zeg ik dat wel goed. Denk ik. Ik zal natuurlijk ook een paar schuine muurtjes moeten bouwen. Maar kijk, omdat we ze nou verkeerd om hebben geplaatst, lijkt het hout aan de buitenkant een heel stuk lichter. En krijg je hier al een beetje die support idee. Wat je normaal altijd aan de binnenkant hebt, maar aan de buitenkant mist dat nogal. Dus daarvoor hebben we het nou gewoon voor de afwisseling eens een keer verkeerd om geplaatst. Daar kan ik wat van die schuine dingen nog bouwen. Die worden dan ook wood natuurlijk. Craften maar gewoon een goede lading van. Oké, dan gaan we daar dus natuurlijk nog heel even op moeten wachten. Heb ik pillars bij me? Ik heb al een paar pillars bij me. Pillars plaatsen is meestal heel erg vervelend. Laten we eens kijken. Is dat deze keer ook zo? Nee, valt... Valt nog niet mee, mensen. Daar. En nu alsjeblieft één eronder. Oh, sweet. Oké. Perfect. Dat is wat we hebben moeten. Kan het nou aan de andere kant net zo goed gaan? Alsjeblieft, game. Doe me een plezier. Eén keer. Oh,
Alsjeblieft. Oké. Oké, eerst die is ook goed. Die plaatsen we die er gewoon bovenop. Daar doe ik niet moeilijk over. Zijn jullie even hoog? Yep. En misschien gaan we hier nog wel een dingetje bouwen. Hier. Beste Ark Survival Evolved. Dat was nergens voor nodig. Dat was gewoon nergens voor nodig. En nou disappear. Lock. Oh nee, het is een ghost pillar. Ja, verdwijnt vanzelf wel. Misschien gaan we hier nog een klein stukje naar voren bouwen. Een soort balkonnetje. Dat lijkt mij wel heel erg gaaf. Maar dat gaan we dan weer met wooden foundations doen. Puur voor de afwisseling. Want vaak als je aan het bouwen bent, moet je gewoon zorgen dat je een afwisseling aan producten gebruikt. Oh. Echt. Ah, soms. Maar, oké. Afwisseling aan producten. Als je een beetje afwisseling aan producten hebt, dus een beetje wood, een beetje stone, een beetje thatch als ik kan, of zoiets, dan loop ik de verkeerde kant op. Helemaal de verkeerde kant. Oh, die is dan dood. Maar, dan lijkt er wat meer leven te zitten in het gebouw. Dan zit er wat meer variëteit in het gebouw. Waardoor je dus juist dat bereikt wat je graag wilt bereiken. Want in een gewoon normaal gebouw zeg maar in de echte wereld, daar zitten ook vaak wat verschillende kleuren in het bouwmateriaal. En daardoor komt er gewoon vrij veel leven in het bouwmateriaal. Laten we daar ook dat nog eens even door zo doen. Heb ik al daken bij me? Nee. Wauw. Ik word vast een fitte man zo door de hele tijd heen en weer te rennen. Die pillars nog maar even bij ons houden. Ik denk niet dat ik hier genoeg van heb, maar we gaan het in ieder geval even een poging wagen. Oh, dit lijkt zo gaaf hier midden in de Redwood. Oh, zo'n klein, gewoon een klein houthakkershutje. Een klein jagershutje, iets in die richting. Noem het zoals dat je het wil noemen, mensen. Maakt mij niet zo heel veel uit. Ja. Oké, super. En kunnen we nou ook daar nog weer eentje aanplaatsen? Nee. Dat is dan wel weer jammer. Als we eerst die plaatsen, kunnen we dan die daar nog aanplaatsen? Nee. Oh, dat meen je niet. Oh, dat vernietigt mijn hele beeld. Dat vernietigt mijn hele idee. En als we deze weer oppakken. En dan eerst. Nee. Eerst deze hier. Ik weet nog dat ik hier bij de schaapskooi op de Scorched Earth beeld ook echt gewoon heel veel moeite mee had. Om dit überhaupt goed. Oeps. Om dit überhaupt goed te laten snappen. En dan doen we dit zo en zo. En hier doen we. Oh yeah, mensen. Ik heb gepland. Ik heb van tevoren gepland hoe of dat ik het ongeveer al hebben. En dat is niet een ceiling daar. Nee. Voor dit keer. Dit keer doen we geen ceiling op de grond. Oké. Yep, dankjewel. En hier denk ik. Oh, de ceiling past ook niet. Maar ik denk ook dat een wooden ramp daar een heel stuk beter zou staan. Oké. Dat werkt allemaal mooi. Alleen dat wil ik dus hier niet goed snappen. Oh, dat is jammer. Ik had zo graag gehad dat ik dan dat nog weer door elkaar heen zou kunnen snappen. En ik heb echt wel mensen dat zien doen. Misschien moet ik wel de vanilla items gebruiken in plaats van de S plus items in dit geval. Ik heb echt mensen dat zien doen. Dat gewoon een ding is. Dat werkt. Moet je de linker eerst snappen, heb ik nog ergens gezien in een filmpje. Ik ga daar heel even mee aan de prut zijn, dan zijn wij er zo weer. Dit is de oplossing die ik heb bedacht. Ik heb hier de muur nog de middelste twee foundations eentje naar buiten gebracht. Zodat we daar ook in ieder geval de sloped roof konden hebben. Dan heb ik vervolgens binnenin. Oh wauw. Oké. Nope. Jij hoort daar niet. Jij hoort daar. Maar. Dus hier heb ik dan een plat dak gemaakt. En daar al die triangles aan de binnenkant aan vastgesnapt. Daarbovenop hebben wij dan weer een sloped roof dak gemaakt. En. Yeah, I'm digging it. Ziet er goed uit, mensen. Ook alleen op die hoeken heb ik wel weer de pillars gebruikt. Jullie weten hoe dol ik ben op mijn pillars. En hier niet, want eigenlijk omdat we ze omgedraaid hebben, ziet dit er wel heel erg uit als een Nordic building style. Wat ik ook wel weer super vet vind. En we hebben hiervoor wat relinkjes en wat rampjes. En yeah, super gaaf.
wel wil ik samen met jullie nog heel even hiervoor wat wooden foundations plaatsen. Toch nog een beetje een balkon idee, kunnen we hier nog eentje aan vastsnappen. Daar was ik al bang voor. Je moet nooit bang zijn in het leven, mensen. Dang it. Ik had zo gehoopt dat dat wel zou kunnen. Want ik vind het vrij lelijk om hier nou een ceiling aan vast te snappen. En dan vervolgens maar die ceiling te gebruiken alsof het een... Nee, hier wordt het gewoon lelijk van. Wel denk ik dat we hier op de hoeken toch nog even een pillaartje erin sneaken. Kunnen we er ook eentje onder plaatsen? Alsjeblieft. Kan ik nog jumpen? Oh, wauw. Oké, ook dat kan. Nee, ik kan geen pillen onder. Dus dan gaat deze pillen ook gewoon weg. Wel weet ik zeker dat we niet terug kunnen jumpen. Dus hadden we beter deze wooden railing meteen weg kunnen halen. Dus er komt hier gewoon een wooden railing omheen, mensen. Dan kunnen we hier toch nog een beetje veilig naar buiten rennen. Zonder dat we meteen naar beneden vallen. Oh, yes, yes, yes. Vergeet niet, dames en heren. Wij zijn nog een nieuwe muur nodig. Wij zijn nog namen nodig voor onze nieuwe duiwolven. Die we gaandeweg ergens deze aflevering hebben getemd. Wat ik hopelijk echt goed in edit. Want het is erg, erg laat vannacht. Ik heb iemands nieuwe computer opnieuw. Nee, de nieuwe computer op Windows moet installeren. En allerlei programma's moet installeren. Ik ben dus heel lang bezig geweest met mijn eigen computer überhaupt weer goed draaien te krijgen. Überhaupt aan te krijgen. Dat wou die eerst niet eens. Oh, wauw. Wat een drukke dag vandaag. En het is ongelooflijk laat. Maar ik hoop wel dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Want ja, het is weer zover. Dit is het einde van de aflevering. Vergeet niet, als je ervan hebt genoten, duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven? Even abonneren. Voor nu, dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Appetje hoog.